dorp, hè, waar ik woon. Gaan de bruggen open en dicht en open en dicht. Sloepen hier en daar, noem maar op. Gezellig. Goeiedag lieve kijkers, welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, het is zaterdag vandaag, ik ben lekker buiten geweest en heerlijk weer hoor. Het is weer zover, lekker weer. Beetje gewandeld in het dorp en natuurlijk boodschappen gedaan. Nou, ik ben naar twee supermarkten geweest. Eentje is Dirk van den Broek en daarna voor kleine dingetjes naar de FOMAR. Nou, de FOMAR is hier om de hoek, dus makkelijk als je iets vergeten bent. Ik heb ook de bonnetjes erbij. Ja, mocht ik toch even zeggen van, nou weet je, ik ga toch even de prijs zeggen van bepaalde producten, dan ga ik dat doen. Goed, dan ga ik nu beginnen. Goed, van de FOMAR heb ik gehaald rucola sla. Rucola is lekker voor salademix of in de brood of in de smoothie. Het is een pittige, ja, het zijn pittige blaadjes en daarom vind ik ze ook zo lekker. En daarna van de Dirk van den Broek heb ik gehaald Nescafé Dolce Gusto. Espresso Intenso, dat zijn van die cups. Daar moet je echt een Dolce Gusto apparaat voor hebben. En die heb ik uiteraard. Nou, ik drink hier altijd eentje per dag gewoon in de ochtend, want hij is best wel sterk. En de rest van de dag gewoon espresso zakjes. Goed, de prijs van deze is €4,07. Nou, voor 16 cups vind ik het een koopje. Goed, van de FOMAR heb ik gehaald van Aroy D. Coconut Milk. Nou, dit is echt de beste kokosnootmelk. Dat zeg ik niet zomaar, want deze is echt romig. Dit is hele lekkere romige coconut milk en er zitten geen toevoegingen bij. En dit gebruik ik als koffiemelk namelijk. Dit is echt een geweldige vervanging. Je kan cappuccino mee maken, je koffie verkeerd maken. En ik gebruik het meestal voor espresso en ik doe er best wel lang mee. Er zit echt 1 liter in. Goed, daarna heb ik van Vivera 100% plantaardig biefstuk gehaald. Nou, deze was 30% korting, scheelt weer een euro. Gaan we vanavond eten. Eiwitrijk. En daarna in de aanbieding alle Zonnatura producten van de Dirk van den Broek. Goede nachtrust. Nou, ik ben benieuwd. Lekkere kruiden. Ik hou ervan. Voor het slapen gaan een heerlijk kopje thee te nemen. Of gewoon een rustige avond, hou ik er gewoon van. Daarna van de Dirk van den Broek cocktail trostomaat in de aanbieding, 99 cent. Dus lekker voor de sla, voor de gerechten, etc. En deze was ook in de aanbieding, zoals ik al zei, alle Zonnatura producten. Chai mix, kaneel, venkel en gember. Chai is het Indiaanse woord voor thee. En nou ja, ik ben benieuwd. Deze heb ik ook nooit gehad. En daarna heb ik gehaald Spa Rijnen. 1,5 liter water. Ik hou van Spa Blauw. Ik ben echt dol op. Dus als ik de gelegenheid heb, haal ik af en toe een fles water. En daarna heb ik Pickwick Spices Minty Marokko. Voor mijn man, die houdt er heel erg veel van. En daarna heb ik gehaald Oven Frites. Super Crunch van Apico. Deze kun je in de oven doen. Goed, het volgende van de FOMAR heb ik snel kokerrijst gehaald. Dit is de goedkoopste versie. Af en toe hou ik ervan met salade. Daarna van Bio Today heb ik gehaald lemon en almond koekjes. Heerlijk, 100% organic, natural. Deze is van de Dirk van den Broek. En even kijken hoeveel deze kost. Deze kost €2,39. Van de FOMAR heb ik gehaald naanbrood. Dat is een Indiaanse brood, dus echt gekruid zeg maar. En nou, dat is gewoon heerlijk als je het opwarmt. Ja, hummus erop doet of avocado of plantaardige boter. Heerlijk voor in de ochtend of als tussendoor. Er zit knoflook in en koriander. En een halve wit brood. Voor de frieten heb ik gehaald
Heinz tomato ketchup. Altijd lekker voor bij de frieten. En daarna heb ik gehaald 2 appeltjes. Heerlijke verse appels. Deze ga ik namelijk gebruiken voor pannenkoeken. Ik ga deze week een heerlijke pannenkoeken maken met appel. Daarna heb ik gehaald rijpe bananen van de FOMAR. Daarna heb ik gehaald Royal Club Bitter Lemon. 1 liter. Heerlijk fris, vooral als het echt chill is van de diepvries. Lekker hoor. En onmisbaar citroen. Nou, deze citroen is een voordeel citroen van de Dirk van den Broek. €1,79. Nou, ik vind het goedkoop voor 4, 6, 8 stuk zitten erin. Ja, vind ik echt zeer goedkoop. En daarna heb ik gehaald van Biofan kokosolie. Geurloos. Kokosolie is ook onmisbaar in dit huis. Van Carbonel groene olijven zonder pit. Nou, olijven heerlijk bij de sla, gerechten of gewoon lekker tussendoor als een snack. Voor de kleding hardnekkige vuil heb ik gehaald zachte zeep. Ik gebruik het echt alleen als ik kleding heb met vlekken. Zoals je het hier al ziet aan het fotootje. Je kan gewoon een hele kleine stukje zeep in de kleding doen en dan in de wasmachine. Goed, dat waren de boodschappen voor vandaag. Was weer leuk om te doen. Ik hoop dat jullie wat inspiratie hebben kunnen opdoen. En mochten jullie vragen hebben over een van deze producten, laat het mij dan weten hieronder bij de reacties. En dan reageer ik zo snel mogelijk. Nou, mochten jullie deze video een leuke video vinden, geef dan een duimpje omhoog. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Klik hieronder op het rode knopje en daarnaast natuurlijk het belletje. Want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb gedownload, geüpload, gemaakt, wat het ook mag zijn, dan krijg jij een notificatie en dan kun je weer genieten van mijn tips en tricks voor je gezondheid, vegan recepten, gezonde glutenvrije recepten en shoplogs, vlogs, noem maar op. En dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. Daag!